Broer, dit jaar geen Turkije, geen Marokko, Nederland. Ja. Wat is de planning, broer? Dat is de planning, ja, ik weet even veel als jij toch? We leven hier van dag tot dag. Lekker brammetje eten of zo, toch? Ja, heb je geen planning voor in Nederland? Ja, joh, op dit moment niet. Spanje of België, Duitsland? Ja, ik sluit het niet uit, maar op dit moment heb ik niet echt een planning. Goed, waar kan Alik? Allah, je werkt. Kies je de Mughrabi de Amulak? Inshallah, ilah, zeg, dat is geen corona. Ah. Ik heb toch liever dat ik naar Marokko. Marokko? Ja. Waar ga je naartoe, Marokko? Naar Inzora. Ik ben misschien de Mughrabi, inshallah, raa, l'aam kamer, nog damien. Sahia. Is wel een risico, hè? Ja, vind je? Ben jij in Bnei Bu'ais vast zit? Ben je niet bang dat ze opeens grenzen dicht moet je daar 6 maanden blijven? Ik hoop dat ze mij 6 jaar daar geven. Boys, dit jaar in Mughrabi Bu'ailu? Bu'ailu? Nee, wat ga je doen dit jaar hier in Nederland? Alhamdulillah. Wat heb je als je in Nederland blijft, wat ga je doen? Wat ga ik doen? Ik heb de drie tegerjom schuia goeie. Tegerjom schuia, soms jou maar energie even kwijt. Allah, joh, natuurlijk. Dit jaar Nederland, man. Wat is de planning? Planning, grinden sowieso, man. Ik zie dit geen vakantieland. Nee? Nee, ik. Wat ik van de hele situatie vind, kijk om je heen. Zie je iets waar mensen bang om zijn? Nee, nu niet. Gewoon straten zijn druk, vol beladen. Ik zie het niet. Dus het is een grote theater, een drama. Het is een afwachten voor de echte klap. Ja, wat is die klap, denk je? Die vaccine. Lekker thuis blijven. Lekker thuis blijven? Zijn we maar even, heb je geen planning of zo voor... Ik ga gewoon naar Polen, denk ik. Ja? Het probleem is dat we naar de begrafenis gaan. كنت خشعو صحيح وكت كتقول سبحان الله العظيم انا ما عمري نبقى ندير شي حاجه صحيح ولكن الله يسمح لينا زود راه داي فخات دابا هي اندر بيسيون بي فخيت كلوب ياس بس واخا كورونا بيني بيتي بانك اك زاج يا ويرلي كورونا از فال ايتس وات ماي eigenlijk bezig houdt want heel veel mensen die denken van het is corona het is niks maar ik ken toch wel paar bekende mensen die toch wel ermee zijn getroffen. Ja. Dus we moeten wel rekening ermee houden. Ja, probleem man. Probleem? Ja. Zeker. Vertel. Oh ja, wat ga je doen? Met corona, ja, ja, is een probleem. Ja man. Meen je dat nou? Als we een paar weken in Marokko. Subhanallah. Een paar weken of een paar maanden. Even zo, was je in Marokko? Ja man. Ik denk dat ik ga afwachten, maar ik heb er vol vertrouwen in dat ze open gaan. Hoe dan ook, als ik gewoon de mensen daarbij Allah wil, je dekker Allah. Ah, sahih. Dus ben je bang voor corona of ben je bang dat je niet meer terug kan komen? Ik ben bang dat ik niet terug kan komen. En ja, ik heb veel prioriteiten hier toch? Ja, ja, ja. Mijn werk hier, mijn structuur zit hier toch? Ja, ja, ik snap het. Marokko is leuk voor vakantie, familie natuurlijk. Ja. Oma, je opa ziet. Maar daar blijft het ook bij. Maar als je dat vast zit, is het probleem? Ik denk het wel, man. Hoe was het? Ja, was perfect. Alleen, ja, een beetje dat je vast zit. Dat je nergens heen kan, dat is beter. Lockdown. Ja, ja, hoe dan? Hij is een sechel. Oké. Ja, toch? ايوا واش تخبع هذا ما نشك بعد زيزي المغرب عين زوره ايوا العربيه الدنيا هانيه تفقدت قد ها اش دراو شو هما بس دات تدور لعين زوره كون كراي زيت يونغ سيت بيورت زيد دارو سخون تشيل مع توكار ايوا كون بيبايت اتاي اش دار اوتو رايت كاين بوليتي نيكس اش كاين دوك شال المغرب ني والو هولندا وا حرك يس لا سيلا كي دي والو والو ما يمي غارتي يس عارف شي غاس المغرب عارف Is er iemand van jou kennen ze overleden aan corona? Ja, ik heb wel een buurman die is overleden aan corona. Maar heb je bewijs? Ja, ze sluiten het uit dat hij uiteindelijk door corona is nee, overleden. Ze maken hem dicht. Hmm. Je mag niet aankomen, corona. Ja, dus je hebt geen bewijs dat het echt corona is? Er is geen corona, broer. Als corona zou zijn, zou elke familie iemand kwijtraken. Oké. Okay. Wallah, alhamdulillah, mijn ouders komen bij mij thuis. Alhamdulillah, ja. Ik kom helpen. Ik geef je mijn hand. Ik ook mijn hand, tuurlijk. Je hebt gelijk. Bewust leven. Dat is ja, goed. 5 keer bidden, je mag 5 keer schoon. Wat 20 minuten, 20 seconden handen wassen? Nee, 5 keer bidden, broer. Klopt. Je lichaam is schoon. Ook, is toch gewoon steeds bezoeken, familie zien. Ja. Geniet van de zon. Mooi weg van dit land. Alleen nou. Amin, amin. Allah, rja'na naar de tariq al-mustaqim, inshallah. Amin. Maar ik zie dat je wat voor beroep heeft. Ik zie een Amerikaanse vlag. Ik ben direct beveiliger van ambassade zelf, ambassadeur. Oké, van Amerika. Oké, van Trump en zo. Ja. Obama. Ik verdien mijn halal geld. Ja, tuurlijk. Is toch goed? Ja. Heb je wel eens Trump gezien? Jawel. Ja? Hoe zijn het echt? Zelfde maar goed. Assalamu alaikum mensen, ik ben hier bij Feestwinkel Noord in Zwarte Janstraat. En deze broeder heeft mij benaderd
Voor een, wat was nou, een winactie of zo voor ja, iets? Het is een box die je echt als cadeau kan weggeven aan ja. iemand die geliefd is. Dus dat kan je moeder zijn, dat kan je broer zijn, dat kan iemand zijn die je echt heel lang niet hebt gezien of zo. Oké, okay. Dus wat is de vraag, broeder? De vraag is, wie is de beste gezelschap die je in je leven moet hebben, ja. die de profeet ons heeft aangeraden? Ja. En hij heeft het ook nog eens 3 keer herhaald. Feestwinkel Noord, we zijn gevestigd in de Noordmolenstraat. Ja. Je kan je pakket hierop halen. En de eerste 3. Is goed, mensen. Nou, inshallah, ik zet de e-mail hier zo onder in beeld. Dus dan kunnen jullie hier naartoe e-mailen. En dan de winnaar, die krijgt een pakket. Top, man. Inshallah.